Zo, ik zal jullie inleiden in het geometrie-artefact. Ik heb daarvoor een presentatie voorzien. Die bestaat uit 4 delen. Eerst even de intro, dan geometrie-type. Dan gaan we spreken over de link met de steekkaarten. En daarna over het concept van overerving. Dus eerst even kort situeren. Je hebt eigenlijk de OTL die als basis dient. Dat is een onderdelen en installaties. En je hebt anderzijds het topografische legendeboek, waarin alle meetregels zijn opgenomen. En nu hebben we het geometrie-artefact daarbij, wat eigenlijk de brug probeert te leggen tussen die OTL-onderdelen en die meetregels in dat legendeboek. Dus de naam artefact, waar komt dat vandaan? We hebben eigenlijk bij de OTL een aantal bijproducten. Zoals de OTL SQLite, de OTL XMI. In de toekomst komen er mogelijk nog nieuwe artefacten bij. En een daarvan, die ik nu aan jullie voorstel, is het geometrie-artefact. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende zaken die gebruikt worden om de OTL te ondersteunen, makkelijker bevraagbaar te maken of andere analyses op te kunnen uitvoeren. Wat staat daar nu in zo'n geometrie-artefact? Wat kan je erin terugvinden? Het gaat over het verwachte geometrie-type. Dat kan dus een puntlijn of polygoon zijn. Welke weergave hoort bij dit onderdeel? En ook de geometrie-criteria. Stel dat er meerdere geometrie-types van toepassing zijn. Hoe maak je dan een keuze tussen die geometrie-types? Een link met de steekkaarten in het topografische legendeboek. Daardoor zou je ook kunnen te weten komen hoe dat een onderdeel dient getekend te worden. En uiteraard iets over de geometrie-overerving. Wat dat iets zegt over, kan dit onderdeel geometrie overerven en van welk onderdeel en via welke relaties kan dit de geometrie overnemen? Dus de bedoeling is dat het geometrie-artefact geen nieuwe set regels vormt, maar eigenlijk de link legt tussen het OTL en het topografische legendeboek. En het is ook de bedoeling dat dat geometrie-artefact die regels in het legendeboek deels machine leesbaar kan maken. Als je nu surft naar wegen-en-verkeer-test.data.vlaanderen.be, dan kan je daar eigenlijk rechtsonder in het blauwe te vinden het geometrie-artefact gaan downloaden. Dat staat dus op onze testomgeving, omdat we momenteel voor publieke review lanceren. Als je daar opmerkingen, vragen, foutjes, spot of iets wilt laten weten, dan kan dat via teambim@verzendlijst.wegen-en-verkeer.be. Als je nu naar die website surft en daar geometrie-artefact aanklikt, dan ga je eigenlijk een zip-bestandje downloaden. En daar zitten 2 zaken in. Dat is enerzijds de SQLite, dat is eigenlijk het geometrie-artefact zelf. En anderzijds een begeleidend document dat we hebben toegevoegd. Die heeft eigenlijk toelichting over die SQLite. Dat kan je nalezen wat staat waar. Daar legt het principe van de overerving en de overervingsgrens nog eens uit. Het staat in wat je kan doen als er nog geen steekkaart is. En een aantal cases en voorbeelden. Eigenlijk in grote lijnen hetzelfde verhaal als ik vandaag vertel, maar dan kan je het ook eens rustig nalezen. Hier geef ik even het overzicht van de verschillende tabellen die in die SQLite te vinden zijn. Gedurende de presentatie gaan we daar meer in detail op in, maar hier zie je alvast het overzicht en hoe ze met elkaar zijn verbonden. We hebben een tabel geometrie type, die dus iets zegt over welk geometrie type verwacht wordt. De tabel legendeboek steekkaarten, waar je de link met de steekkaarten kan vinden. De geometrie criteria. Tabel die de criteria machine leesbaar weergeeft. En dan 2 tabellen die met het overerven te maken hebben. Meten of overerven en de geometrie overerven tabel. Als we kort even kijken naar de general info, dan zie je daar dat we nu
op versie 1a SC1 zitten. SC1 staat voor Release Candidate 1. En dat is uiteraard de eerste versie van het geometrie-artefact. En er zijn daar twee afhankelijkheden. Enerzijds uiteraard de OTL, die nu op versie 1.1.0 zit, waarover straks door Maxime meer. En we hebben daar ook de versie van het legendeboek, voor de mensen die daar niet gekend mee zijn. Het legendeboek is eigenlijk een verzameling van steekkaarten, waar daar al soorten meetregels in vervat zijn, zodat je alles wat je op het terrein kan tegenkomen, kan weten hoe je dat moet inmeten en hoe je dat kan tekenen. Dus stel dat er een uitbreiding komt aan de OTL, dan gaan we die, er komen nieuwe onderdelen bij of nieuwe relaties, dan gaan we die ook, dan gaan we dat artefact ook mee updaten om daarmee mee te zijn. En uiteraard als er nieuwe regels zouden komen of als er steekkaarten bij komen, dan gaan we ook de artefact updaten zodat die zaken up-to-date zijn. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen die we samenbrengen met het artefact en ineens ook de twee dingen waar het artefact van afhankelijk is. Voilà, tot daar de introductie. Dan ga ik nu even iets vertellen over het geometrie-type. Dus voor elk onderdeel en elke installatie uit de OTL is het geometrie-type bepaald. Dus je kan dat terugvinden in de tabel geometrie type. Je hebt daar eigenlijk een aantal zaken die je daar kan zien. Eerst uiteraard de URI, dat is eigenlijk de link naar de OTL onderdeel. Dan hebben we ook de label NL hier opgenomen, dat soms iets makkelijker leesbaar is dan de URI. En dan hebben we eigenlijk vier mogelijkheden qua geometrie type. Het kan zijn geen geometrie, het kan zijn 3D punt, 3D lijn of 3D polygoon. Dat zegt dus iets over het verwachte geometrietype voor de LOG0 weergave. Als we in die tabel bijvoorbeeld geleide constructie gaan zoeken, dan kom je daaruit op een eentje voor 3D-lijn, wat dus wil zeggen dat hier een lijn voor verwacht wordt. Als we de lichtmast zoeken, dan zien we een puntje, dus dan zien we een eentje bij 3D-punt. Voor de lichtmast tekenen we een puntje in. Maar er zijn ook een aantal zaken waar geen geometrie aangeduid staat. En dat zijn echt zaken waar dat de geometrie niet relevant voor is. Als voorbeeld hebben we hier software. Daar ga je nooit een puntlijn of polygoon kunnen voor tekenen die voor ons nuttig is. Dus daar is geen geometrie verwacht. Het is ook niet de bedoeling dat die ooit wordt afgeleid of overgeërfd. Dat zijn de zaken waar echt geen geometrie aan hoeft gekoppeld te worden. Nu zijn er ook een aantal gevallen waar dat er meerdere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld als we in die tabel geometrie type de wegkantkast gaan zoeken, dan zie je zowel bij 3D punt als bij 3D polygoon een 1 staan. Dus hier zijn meerdere mogelijkheden. Om te weten wat dan toch verwacht wordt, kan je gaan kijken in de tabel geometrie criteria. Dus dit zijn geen nieuwe regels, maar hier is eigenlijk de regel uit de steekkaart. Die zegt, indien één van de zijden van de nutskast langer is dan een halve meter, dan wordt de omtrek opgemeten. In alle andere gevallen wordt het middelpunt van de nutskast opgemeten. Dus hier in het bovenste lijntje van die tabel zie je, oké, voor die wegkantkast, we hebben daar een OTL-attribuut, afmeting breedte en afmeting lengte. En als een van die attributen groter is dan 500, 500 is een millimeter, dat is het type die het attribuut in de OTL ook heeft. Als het groter is, dan verwachten we de 3D-polygoon en anders de 3D-punt. Dus op die manier proberen we die regels die in tekstvorm in de steekkaarten staan, ook makkelijker interpreteerbaar te maken door de machine. Voilà, dus dat was het onderdeeltje over geometrie type. Hier heb je gezien, stel dat je van een onderdeel in de OTL wilt weten wat dat daar de juiste geometrie weergave voor is,
dan kan je dat nu in het geometrie-artefact gaan terugvinden. Dan gaan we even door met de link met de steekkaarten. Er is ook een tabel voorzien en die heet legendeboeksteekkaarten. En daar koppelen we eigenlijk links de URI's met rechts de steekkaarten uit dat legendeboek. Een aantal zijn praktisch één op één mappings of koppelingen. Je hebt bijvoorbeeld die motorvangplank die aangeduid is. Die linkt uiteraard met de steekkaart BT2 motorvangplank. De obstakelbeveiliger met de BT2 obstakelbeveiliger. Maar er zijn ook een aantal zaken die iets complexer zijn om op elkaar af te stemmen. Je hebt bijvoorbeeld de trottoirband. Daarvoor kunnen eigenlijk meerdere steekkaarten relevant zijn afhankelijk van de situatie op het terrein. Kan dat een niet afgeboorde verhoging zijn of een boordsteen-kansteen of de grensvormen van de WCZ. Dus daar heb je eigenlijk meerdere mogelijkheden, maar dat het, de situatie op het terrein bepalend is welke steekkaart relevant is. En omgekeerd is het ook zo dat er bijvoorbeeld voor de watergreppel, of dat die nu afwijkend of standaard is, die hoort sowieso bij de steekkaart watergreppel. Dus er zijn ook meerdere onderdelen per steekkaart mogelijk. Nu zijn er een aantal onderdelen in de OTL waar dat er nog geen steekkaarten voor bestaan, dat er nog geen steekkaarten voor zijn. Twee voorbeelden zijn de dynamische borden of een heel aantal van de sensoren. Daar is nog geen steekkaart voorzien, dus je kan daar nog niet de meetregels terugvinden. Dus hebben we als tijdelijke oplossing, totdat die steekkaarten uitontwikkeld zijn, hebben we een aantal basismeetregels, zodat je eigenlijk kan gaan zien, stel dat je in die tabel, even teruggaan, stel dat je in die tabel liggende boeksteekkaarten niks terugvindt voor de URI, dan kan je eigenlijk terugvallen op die basismeetregels. Dus die zijn de volgende, stel dat je geen steekkaart voor het object bestaat. Voor een puntobject met een duidelijke voorzijde kan je dan het benaderde centerpunt van de onderkant van de voorzijde nemen. Voor de andere puntobjecten neem je het benaderd centerpunt. Voor de lijnobjecten de benaderde aslijn en voor de polygoon de benaderde omhulling. En als zetwaarde de projectie op maaiveldhoogte. Dus je ziet dat zijn vrij algemene meetregels. Dus dat was het blokje over de link met de steekkaarten. Dus nu heb je gezien, stel dat je van een bepaald OTL-onderdeel wilt gaan inmeten en je zoekt daar de juiste meetinstructies voor, dan kan je die via het geometrie-artefact terugvinden welke steekkaart daar relevant is. En dan gaan we naar de volgende topic, dat is de overerving. Daarvoor zijn twee tabellen voorzien. Eigenlijk heb je de eerste meten of overerven en de tweede die heet geometrie overerving. Dus meten of overerven, daar kan je eigenlijk terugvinden of een onderdeel expliciet op het terrein moet worden opgemeten of dat het zijn geometrie mag overnemen van een ander object. Dus hier hebben we bijvoorbeeld de wegkantkast. Als we die in die tabel meten of overerven gaan opzoeken, dan zien we dat er een eentje bij meten staat. Die wordt altijd opgemeten. Maar bijvoorbeeld de batterij, daar moeten we geen expliciet punt voor gaan meten waar exact dat die batterij zit. We kunnen eigenlijk de geometrie overerven van de kast. Dus hier in de tabel meten of overerven kan je vinden voor de batterij staat de overerven op 1, dus die kunnen we laten overerven. Maar om te weten hoe, moeten we naar de volgende tabel, die geometrie overerven noemt. En daar heb je eigenlijk volgende zaken. Dat zijn relaties die mensen die al met de OTL gewerkt hebben, misschien zullen herkennen. Dus daar heb je, we hebben daar de bron-URI, doel-URI, relatie-URI en richting.
Dus voor de batterij, als we die opzoeken in de geometrie overerven tabel, dan zien we dat de batterij de geometrie kan overnemen van de verschillende types kasten, indoorkast, hulpostkast, wegkantkast en de montagekast. En dit via de bevestigingsrelatie. En daar is ook de richting van belang. Heb je source destination. Je ziet dat de batterij mag de geometrie overnemen van de wegkantkast, maar niet omgekeerd. Dit voorbeeld van die batterij in de kast is een overerving in één stap. Je hebt die batterij die via de bevestiging overerft van de wegkantkast. Soms zijn er meerdere stappen mogelijk. Een voorbeeldje daarvoor is de IO-kaart. Je ziet in de tabel meten of overerven, als we daar op de kaart zoeken, dat de meeste types kaart allemaal de geometrie kunnen overerven. Maar dit gebeurt in meerdere stappen. De IO-kaart die is in de OTL niet rechtstreeks met een kast verbonden. Maar de IO-kaart kan overnemen van de PLC. De PLC die kan op zijn beurt overnemen van het rack. Het rack kan overnemen van de wegkantkast. En eigenlijk zo in die verschillende stappen vinden we een geometrie-overerving voor de IO-kaart van de wegkantkast. Dus als we dat visueel voorstellen, zien we eigenlijk het oranje, dat puntje dat niet van waar de IO-kaart zou kunnen zitten. Die is niet expliciet te meten, maar die kan dus die geometrie overerven. Dus via die verschillende stappen. De IO-kaart via de bevestiging naar de PLC, de PLC naar het rack en dan het rack naar de kast in kwestie. Even iets vertellen over de terminologie die ik hier gebruik. Overerving is echt het principe dat ik net heb laten zien. Dus de geometrie overnemen van een ander onderdeel. Een afleiding, daaronder verstaan wij iets anders. Dat is eigenlijk een lagere voorstelling van geometrie. Dus als je bijvoorbeeld van een polygoon een zwaartepunt bepaalt, dan doe je een afleiding. Als je de geometrie overneemt van een ander onderdeel, dan doe je aan overerving. Dus hier even een screenshot van die geometrie overerven tabel. Daar zie je eigenlijk al die relaties in staan. Dat is misschien een beetje abstract. Dus heb ik hier een beeldje gemaakt van wat dat eigenlijk voorstelt. Dus je hebt in het voorbeeldje voor de batterij een heel aantal relaties die in de OTL staat. Die zijn hier allemaal grijs weergegeven. Bijvoorbeeld de batterij, voet, het fietsstelsysteem. Dat is een die niet relevant is voor de geometrie-overerving. Maar de batterij die bevestigd is aan de wegkantkast wel. En daar zie je ook dat die richting daarvan belangrijk is. Dus eigenlijk die hele lijst van relaties die we hier weergeven in dat geometrie-artefact, duidt eigenlijk aan welke relaties, welke OTL-relaties gebruikt kunnen worden voor de geometrie-overerving. Nu zijn er een aantal onderdelen waar dat we in die tabel meten of overerven, bij zowel meten als overerven in één kunnen terugvinden. En dat zijn de onderdelen waarvan dat we weten dat die niet noodzakelijk de relatie hebben die kan overerven. Om concreet te maken, een voorbeeldje. We hebben hier een brandblusser. En als we kijken, een brandblusser, die kan overerven in het geval dat hij bevestigd is aan de hulppostkast. Dus rechts zie je daar een beeldje van. We hebben een brandblusser in de hulppostkast. Als we de hulppostkast een geometrie voor hebben, kan de brandblusser die overerven. Stel dat we een brandblusser tegenkomen die gewoon aan de muur is bevestigd. Er is geen overervingsrelatie voorzien van brandblusser naar muur of naar een derde object. Dus in dat geval zou de brandblusser dan toch gemeten moeten worden. En dan als je wilt weten hoe je die brandblusser moet meten, dan kan je uiteraard gaan kijken
bestaat daar een steekkaart voor en als je die niet vindt, kan je de basismeetregel gebruiken. In die overerving hebben we eigenlijk drie types. We hebben de omhullende overerving. Dat is eigenlijk het voorbeeld dat ik al ook getoond heb van de wegkantkast. Eigenlijk alle zaken die in een ander onderdeel zitten, die omhullen, die kunnen daarvan de geometrie overerven. Je hebt hier dat voorbeeld van de kast, maar dat kan ook bijvoorbeeld een technische put zijn of iets dergelijks. Alles wat omhullend is. Er zijn ook overervingsrelaties voorzien voor installaties. Als je nu bijvoorbeeld die slagboom hebt en je hebt de slagboomkolom al gemeten of ingetekend en de arm ook, dan hoef je voor de installatie niet opnieuw nog een expliciet punt te bepalen, maar dan kan je eigenlijk die geometrie die je al kent voor de kolom en de arm gebruiken om een geometrie voor de installatie weer te geven. En dan hebben we de hangt aan type, dat is het derde type. Dat is een typisch voorbeeld. Daar is een verkeersbord dat aan een steun bevestigd is. Of een lantaarn die aan een ander object hangt. En daar hebben we wel een belangrijk concept, en dat is de overervingsgrens. En dus niet elke overervingsrelatie die we hier hebben opgenomen, kan sowieso doorgaan. We moeten al daar wel rekening houden met die overheffingsgrens. Dus daarom leg ik even uit wat we met die overheffingsgrens bedoelen. Of waarom die is, waarom die erin zit, is eigenlijk de bedoeling is dat de nauwkeurigheid van de steekkaart gevolgd wordt, ook voor de overherving. Als we geen limiet zouden zetten op overerving, dan zou je eigenlijk kunnen overerven van zaken die misschien op het terrein meters afstaan van de zaken waar je van overerft. En dat is niet de bedoeling. Dus daarom hebben we die overervingsgrens, of grens per onderdeel is een overervingsgrens bepaald. Dus hier zien we twee voorbeelden. In het linkse voorbeeld hebben we een verkeersbord dat eigenlijk op meer dan een meter van de verkeersbordsteun is bevestigd. In dat geval kan de overerving niet doorgaan, omdat dat boven verder is dan de overervingsgrens. In het geval rechts, dat het verkeersbord praktisch loodrecht op de steun staat, kan die wel overerven, omdat die binnen de meter zit. Een tweede voorbeeldje om dat concept te verduidelijken. Dus we hebben hier een galgpaal en daar is een voertuiglantaarn aan bevestigd. Een voertuiglantaarn A en een voertuiglantaarn B. In het geval van voertuiglantaarn A is die ook verder dan de meter van de galgpaal verwijderd. Dus die overerving kan daar niet doorgaan. Voor B kunnen we de overerving wel laten doorgaan, want die ligt mooi binnen de overervingsgrens. Die verschillende grenzen die kan je terugvinden in het begeleidend document dat ik daarnet heb vermeld. We proberen met geometrie-artefact ook een oplossing te geven op de vraag van welk hotelonderdeel is nu het nuttigste om te koppelen in mijn tekening? En hier zie je rechts een voorbeeldje van een model. De model in graafweergave geeft eigenlijk het voorbeeldje weer van de rechte steun waar dat verschillende lantaarns aan bevestigd zijn en verschillende verkeersborden. Je hebt daar verschillende onderdelen voor, een verkeerslicht rood, een verkeerslicht groen, een voertuiglantaarn, een aantal bevestigingsbeugels. Oké, wat is nu het nuttigste onderdeel om te koppelen aan de tekening? In het geometrie-artefact kunnen we dan terugvinden dat het eigenlijk dat we voor de rechte steun expliciet de geometrie gaan bepalen of gaan meten en dat die andere onderdelen daarvan kunnen overerven.
Dus daarom is dat de rechte steun in dit geval de meest relevante om te gaan koppelen aan de puntlocatie. Zo, dat concludeert mijn introductie in het geometrie-artefact. Ik vermeld graag nog eens opnieuw waar je het kan vinden. Als je er eens naar wil gaan kijken, kan je op wegen en verkeer streepje test. Dat is belangrijk, anders vind je niet terug. De streepje test.data.vlaanderen.be gaan kijken. Daar kan je rechts onder geometrie-artefact aanklikken. En dan krijg je de SQLite en het begeleidend documentje. En als je bij het bekijken zaken tegenkomt, kan je die ons laten weten op teambim@verzendlijst.wegenenverkeer.be.